De speeltuin aan de Nijmeegse Menuetstraat is toe aan een opknapbeurt. Al ruim 3 jaar lang probeert buurtbewoonster Ilona Kwakkerna het initiatief te nemen, maar via mijnwijkplan.nl kende dit weinig succes. De buurtbewoners uit Nierbos-Oost en CDA-raadslid Marjolein Meiling slaan nu de handen ineen voor een laatste poging. Het zou wel heel fijn zijn als er nu eindelijk eens een keer wat gaat gebeuren. En mijn wijkplan, daar lopen wij nu in ieder geval tegenaan. Dat heel veel mensen aangeven bij ons van, hallo, dan moet ik weer mijn hele hebben en houden gaan invullen op een website. En mensen die weten waar ik woon, die weten of dat ik wel of niet stem. Waar mijn voorkeuren dan wel of niet naar uitgaan. En dat willen mensen gewoon niet. Mensen willen gewoon iets kunnen steunen en dan of door middel van een handtekening of dat is gewoon veel ongedwongen en dan kan je ook niet herleiden van dat is die mevrouw die daar in die straat woont op dat huisnummer, die heeft wel gestemd en die mevrouw heeft dat niet of die meneer. Ja, dat is gewoon allemaal, mensen die zitten daar gewoon niet op te wachten. Nou ja, ze zijn in ieder geval heel gemotiveerd en dat is fantastisch. Als je ziet dat buurtbewoners al zelf zoveel initiatief tonen en ook zeggen van we willen helpen met het onderhoud, ja dan ben je al heel ver. En ja, dan denk ik, als je dan ziet dat het niet op de echte manier kan, probeer het dan op een flexibele manier. Hè? Misschien met handtekeningen of op een hele creatieve manier. Maar dat het in ieder geval wel kan. Ook de veiligheid is in het geding. In de speeltuin vonden al verschillende kleine incidenten plaats. En het lijkt een kwestie van tijd voordat de volgende verwonding gehecht moet worden. Ja, nou, we hebben gewoon een aantal dingen in de speeltuin waar we gewoon wel echt graag ook dringend verzoek om willen dat dat gaat veranderen. Met name het kunstgras wat er ligt, dat geeft een vorm van schijnveiligheid. Zo noemen we dat tegenwoordig hier in de speeltuin. Want er staat een hele mooie grote boom in de speeltuin. Daar zijn we ook allemaal heel blij mee. En die willen we ook absoluut niet dat die weggaat. Alleen die wortels die gaan onder het kunstgras door omhoog groeien. En je hebt een stukje verderop in de speeltuin heb je een rek waar kinderen op kunnen koppeltje duikelen. Nou ja, daaronder groeien die boom, die wortels van die boom gewoon omhoog. En als een kind dan valt, hij gewoon met zijn rug bovenop zo'n wortel die boven de grond uitkomt. Ja, dat is gewoon gevaarlijk. Ja, wat mij betreft en wat de CDA betreft gaan we dat deze zomer nog aanpakken.